Burgemeester De Wijkersloot van Waalre wil praten met de bewoners van het woonwagenkamp van zijn gemeente. Dat heeft zijn woordvoerster vandaag bevestigd. De kampbewoners hebben vorige week aangifte gedaan tegen de burgemeester wegens discriminatie. De Wijkersloot zou hebben gezegd dat woonwagenkampen een vrij plaats zijn voor onrust en overlast. Hij ziet het liefste dat het kamp uit Waalre zou verdwijnen. Over waar en wanneer het gesprek plaatsvindt, dat is niet bekend.